We schouderen de 3-0 nederlaag op RWDM, al denk ik dat we vandaag collectief een goede wedstrijd spelen. 3-0 is overdreven cijfers. Ik denk dat we vandaag collectief in balbezit een van onze betere wedstrijden spelen van het seizoen. We worden twee keer koud gepakt in de eerste helft. Mede dankzij een beetje onze laksheid, maar hun kwaliteit ook. De doelpunten die ze maken zijn gewoon mooie goalen, maar allerlei kwaliteitsvolle goalen. Ik denk dat we een hele wedstrijd gezocht hebben naar een doelpunt, maar we waren niet scherp genoeg in de 16, denk ik. Je had constant zeker de eerste helft het gevoel van als die aansluitingstreffer valt, ja, wie weet wat er dan nog mogelijk was. Well, dat gevoel had ik ook als we buiten kwamen. Hè. Dus 2-0 voorsprong is niet onoverbrugbaar. Ik denk als we buiten komen en we kunnen een goal maken, dat we volledig terug in de wedstrijd zaten. Hoewel ik niet vond dat er een moment is dat we echt uit de wedstrijd zijn geweest. Dus we zijn blijven voetballen, we zijn blijven zoeken naar openingen. Die openingen kwamen er, maar dan is het wel aan ons om het af te maken. En dat hebben we vandaag nagelaten, jammer genoeg. Maar ik denk niet dat we hier echt... met een down gevoel naar huis moeten gaan, denk ik. We moeten hier wel het positieve uithalen ook. Als je inderdaad deze wedstrijd vergelijkt met de wedstrijd op Beveren, waar dat een walkover was, ja, kunnen we hier met opgeheven hoofd terug naar Lier gaan? Ja, opgeheven hoofd. Je hebt wel 3-0 verloren, hè. Dus dat is toch altijd een beetje bitter, denk ik. Maar inderdaad, zoals gezegd, op afstand kwamen we gewoon niet aan te passen. We hebben van het kastje naar de muur gespeeld. Hier hebben we vandaag gewoon, ik zou graag de statistieken eens willen zien. Ik denk dat wij gewoon beter waren dan hun, maar zij waren veel efficiënter en ze winnen met 3-0. Dus het draait om doelpunten te maken. Het mag ook gezegd worden, propaganda voor, denk ik, voor de Challenger Pro League. Veel sfeer langs beide kanten, een echte topper. En dat is misschien ook de verdienste van dit Lierse. Ja, dat we al gecatalogeerd worden als topwedstrijden. Ja, absoluut. Ik denk fantastisch als je ziet hoe vol dat ons vak zit. Maar ook chapeau voor de supporters van RWDM. Leuke sfeer. Leuke zondagnamiddag eigenlijk om te voetballen. Alles was aanwezig. Gasmot is de eerste keer dat ik hier in RWDM weet dat er zo goed gevoetbald kan worden. En ik denk dat dat voor de speels van RWDM ook wel een verademing is. Alles was aanwezig om vandaag een hele leuke namiddag te hebben. Het is jammer genoeg anders uitgedraaid. Op een zondag wedstrijd tegen Jong Genk en op wedstrijd terug op het Lisp. En daar draaien we voorlopig een lekker parcours. Ja, absoluut. Dat is ook een doelstelling van ons. Hè. Is Lisp terug levend maken. Dat is goed aan het lukken. Maar dan moeten we nu de komende wedstrijd er terug staan. Hè. Dus, ik denk dat wij rustig moeten werken naar een focus op die top 6. En als we dat in het vizier kunnen houden, denk ik dat wij heel tevreden mogen zijn. Merci en succes.